Ik sta hier met wethouder Ted Kok van de gemeente Aalten. Er is vandaag uh, aan de bewoners van uh, de Groot Dunk verteld dat het asielzoekerscentrum weer open gaat in Barlo. Meneer Kok, wat is, uh, uh, waarom is dit besluit precies uh, genomen? Kijk, na een, uh, een lang en naar mijn mening zorgvuldig proces heeft COA ons verzocht om heropening van uh, Groot Dunk. En daar hebben wij uh, onze afweging gemaakt dat wij uh, uiteindelijk vinden dat we dat uh, moeten gaan doen voor een periode van vijf jaar, ook niet langer. Uh, daar, gaan we ook af, daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Maar we willen vijf jaar wel uh, zeg maar hier uh, de asielzoekers uh, opvangen. Wat waren de afwegingen precies? Nou, de afweging is natuurlijk, het heeft een impact uh, voor de omgeving. Uh, aan de andere kant heeft het ook zeg maar, een impact op ons allemaal. Zeg maar, uh, wij voelen ons ook dat we uh, wat moeten doen aan het uh, zeg maar, nationaal-Europees probleem om ook mensen op te vangen die uh, ergens anders uh, geen plek meer uh, hebben. En die afweging hebben we gemaakt, maar we hebben wel gezegd dat het voor maximaal vijf jaar is. Waarom voor maximaal vijf jaar? Omdat het een, de vraag is ons gesteld om, ook het, om het ook tijdelijk, zeg maar, om de piek op te vangen. Nou, dat hebben we in het besluit dan ook, zeg maar, ook zo meegenomen dat het dan ook uh, tijdelijk is. En dan ook voor vijf jaar. En daarna uh, willen we het ook uh, echt de bestemming daar gaan veranderen. U heeft het vandaag aan de bewoners van de omgeving verteld. Hoe reageerden die? Nee, we hebben vanmorgen een besluit genomen. En we hebben ze zeg maar, uh, via de digitale weg uh, daarvan in kennis gesteld. U bent er snel bij uh, vandaag. Dus we hebben ze nog niet zeg maar, één op één gesproken. We hebben ze wel, wel geïnformeerd over ons besluit. Maar uh, ze hebben in, aan, aan de voorkant tegen ons wel gezegd dat ze het uh, uh, niet erg eens zijn met hetgeen wat wij zouden willen doen. Dus ik, ik verwacht niet dat ze uh, staan te juichen met, het, uh, met, dit, met dit besluit. Verwacht u dat zij er nog met een soort protest ook uh, gaan komen? Kijk, uh, zo'n besluit uiteindelijk. Uh, uh, Staat uh, open voor uh, bezwaar, beroep en al dat soort zaken. Nou, en ik verwacht dat ze die weg zullen gaan, uh, zullen gaan wandelen. Het staat dus nog niet helemaal vast dat dit ook daadwerkelijk open zal gaan? Nee, er moet nog een ruimtelijke procedure volgen. En daar krijgt iedereen de kans om daar nog weer iets van, uh, van te vinden.